Het sociale activeringsproject van Stichting Meer voor Mekaar in Druten wordt door het college van burgemeester en wethouders verlengd. Het project helpt mensen zelfredzaam binnen de maatschappij te functioneren en opent een weg naar mogelijk betaalde arbeid. Afgelopen jaar zijn er met het project 12 inwoners succesvol de maatschappij binnengetreden. Shani Evers is coördinator vrijwilligerscentrale Druten en Wiegen en is persoonlijk coach voor de participanten van het project. Het zijn mensen met een uitkering en dat zijn ook vaak mensen die gecombineerde problematiek hebben. Ze hebben vaak lichamelijke problemen, psychische problemen en er is ook vaak sprake van schuldenproblemen. Als je ziet dat mensen die al een hele lange tijd thuis zitten en eigenlijk niks zinvols om handen hebben, dat die met de juiste begeleiding weer vrijwilligerswerk gaan doen. Of deelnemen aan een project als Mode met een Missie, waar mensen het modevak leren en tegelijkertijd ook hun Nederlands verbeteren daar als het gaat om buitenlandse vrouwen bijvoorbeeld. En het sociale contact is daarbij ook heel belangrijk. Je merkt dat niet alleen de kwaliteit en de vaardigheden van mensen verbeterd worden, maar ook vooral hun welzijn. En dat is ook heel belangrijk. Deelnemers worden aangemeld door inkomensconsulenten van de gemeente Druten. Zij bepalen wie wel of niet voor het project in aanmerking komt. Vanwege succesvolle resultaten mag Stichting Meer voor Mekaar 3 maanden langer doorgaan. Daarna neemt een zogenaamde participatiecoach vanuit de gemeente het over. Het project loopt nu 1 jaar en mensen hebben echt ook tijd en ruimte nodig om stappen te zetten. En het zou natuurlijk ontzettend zonde zijn als je na 1 jaar zegt van we stoppen ermee. En als die mensen dan weer, je ziet dat die mensen dan weer gaan terugvallen. Het is echt belangrijk dat je regelmatig contact met ze houdt en blijft houden. Om die stappen ook echt te verduurzamen. Ik denk dat die persoonlijke begeleiding dat die heel belangrijk is. Want het gaat echt om de mens. Je moet iemand leren kennen. Vanuit de positieve benadering doen we dat. Dus niet alleen maar een gesprekje over de uitkering. Maar juist te kijken wat voor mens zit erachter. Wat vindt hij leuk om te doen? Waar is hij goed in? Wat wil hij graag bereiken? En als je daarop kunt aansluiten en mensen hun talenten weer laat benutten. Dan zie je dat ze echt stappen maken.